In deze uitzending van Dommel Sportland gaan we afwisselend met u naar Taekwondo in Sporthal de Dommel en naar rugby op Sportpark de Wielakker. We zijn bij Sporthal de Dommel aan de Van de Voortweg, maar de beheerder is daar niet aanwezig, dus we kunnen niet binnen. Vandaar dat de school besloten heeft om maar buiten te gaan trainen. Samen Mieke. Jij. Johan. Oké, beweeg op de plaats, kom maar. Zal je arm even naar voren. Volgende commando gaan we twee keer wisselen. Hanna! Doei! De club bestaat 37, 38 jaar, is in 1976 opgericht. Oorspronkelijk begonnen met vooral leerlingen van het JRL en via Bekelot, bij jonge gasten allemaal. Eerst een paar jaar op Stapelen gespeeld, toen op S. Heiken, een 20 jaar terug hier op de Wielakker terechtgekomen en daar zitten we nog steeds. En we zijn een club die een beetje pieken dalen met aantal leden en vooral bekend staat in Brabant door sociale contacten, gezelligheid en goede sfeer. Dus dat proberen we natuurlijk erin te houden. Dus dat, ja, dat is het dukst, denk ik. Al 12 jaar lid van Taekwondo School Dekker, op mijn 37e begonnen. En ja, toen vanuit de ambitie van kun je op die leeftijd nog een zwarte band halen. En, nou, dat is inderdaad gelukt een aantal jaren geleden. Nou, we kijken nu naar een demonstratie van speciale technieken van mijn zoon Andrew en een van zijn vrienden Richard. Ze zijn ook al beide 10 jaar lid van Taekwondo School Dekker. En, nou ja, wat met name bij hun een specialiteit is, is uitvoeren van allerlei aparte technieken, gesprongen technieken. Wat heel lastig is om daarna ook weer de balans vast te houden. Nou, met als gevolg dat je dan niet meteen stevig op je benen staat. En dat is ook bij wedstrijden natuurlijk erg belangrijk als je een techniek gemaakt hebt. Dat je gelijk weer in een positie staat om met je tegenstander verder te kunnen gaan. Er zijn groepen inderdaad, 4, 5 jaar begint men soms al. Ja. En sommigen gaan tot hoge leeftijd door. En dus dat is wat dat betreft alle leeftijden inderdaad, ja. Ja. Een punt daarbij is wel dat wij, de club is niet zo groot dat wij echt in alle leeftijden teams hebben. Dus dan wordt er, dat is rugby ook gangbaar, maar rugby ten opzichte van hockey, voetbal, een kleine sport is. Dan wordt er samengewerkt met een andere club. Wij doen bijvoorbeeld veel samen Oosterwijk. En als we dan geen volledig team hebben, dan doen we samen Oosterwijk en dan kunnen we toch competitie of toernooien spelen. Dus dan hebben we een clustervorming. Op die manier komt iedereen genoeg aan het spelen toe, ja. Wat voor kwaliteiten moet je hebben om bij jullie lid te worden en om hier te kunnen spelen? De belangrijkste is eigenlijk toch wel gewoon veel enthousiasme. Want het mooie van rugby is dat bijna iedereen daar een rol in kan hebben. Vooral de zwaardere jongens, die kunnen prima terecht in de scrum. Hier zien we het oefenen van de scrum. De scrum is ook een spelhervatting bij het rugby. De sterke jongens staan in de scrum, de zogenaamde voorwaartse. In scrum bestaat uit 8 personen en 1 speler gooit de bal in, dat is nummer 9 dan. Die heeft ook nummer 9. In ieder geval, in dit geval niet, maar ja. Deze kinderen die zijn om en om technisch aan het trappen. Dus de traptechnieken die zij moeten kennen voor hun volgende gradatie zitten verwerkt in deze oefening. En zoals je ziet trappen zij voorwaarts, zijwaarts, rond, achterwaarts en gesprongen traptechnieken. En nogmaals, dat is nodig om naar hun volgende graad te kunnen gaan, maar ook ter verbetering van hunzelf en de technieken natuurlijk. Als ze dus met de wedstrijd bezig zijn, waar mogen ze elkaar dan raken? Ze mogen elkaar absoluut niet raken, daar wil ik eerst mee beginnen, onder de band en achter op het lichaam. Dus achterkant rug mag niet geraakt worden en achterkant hoofd niet. Maar wat wel geraakt mag worden is de buik en het hoofd aan de voorzijde, zowel met de hand als met de voet.
Eén punt is wanneer men een stoot op het gezicht geeft of een stoot op het lichaam. Dat is één punt. En twee punten is dan alle tijden een trap op het lichaam. En drie punten krijgt men wanneer men een gesprongen trap op het hoofd doet. Dus de gradatie is een beetje verdeeld qua het behalen van punten. Het gaat er niet over, denk ik, hoe hard hij iemand raakt. Nee, wij beoefenen de semi-contactstijl, dus de ITF semi-contactstijl. En bij ons gaat het erom dat je wel die tegenstander raakt, maar absoluut met teruggetrokken techniek. Dus bij ons mag geen doorgaande beweging in zitten, zodat je een ander letsel kan toebrengen. Worden die kinderen dan ook op getraind, dat ze dus toch een klap tegen de buik kunnen krijgen? Absoluut, zij worden erg goed en erg hard getraind. Dus dat betekent dat je in een partij natuurlijk komt er wel eens een voet of een hand door. En dan moet het lichaam goed voorbereid zijn om die klap of die trap of die stoot te kunnen incasseren. Dus trainen volledig. Echter en alleen is deze vorm van taekwondo, mijn inziens, de moeilijkste vorm, ook de mooiste vorm. Daar alle bewegingen onder controle gemaakt worden. Oftewel, er wordt geen letsel toegebracht aan derden. En toch worden de oefeningen in volledigheid en kracht en snelheid uitgevoerd. En de snelle jongens komen meer in de lijn, dus het is een wisselwerking van allerlei soorten en maten. Snelle jongens, trage jongens. Trage jongens zijn vaak wel sterker, hebben meer body. En die hebben we ook nodig in de scrum. Dus en de snelle jongens in de lijn voor het betere loopwerk. Hier krijgen we een spelhervatting, de zogenaamde line-out. En we zien dat de speler opgelift wordt. Een goede teamspirit en je moet ook iets kunnen incasseren natuurlijk. En sommige nieuwe spelers hebben daar even tijd voor nodig. Maar daarom is het ook belangrijk dat je in het begin goed traint. Voor een stukje veiligheid natuurlijk. Voor dat, anders kun je contact, dan moet je eerst wel getraind hebben. Dus dat, nu hebben we dus ook familietoernooi en wedstrijden. Er zitten ook jongens mee die onervaren zijn. We spreken duidelijk af dat die een beetje ingetogen getraind worden. Dus toch wel extra beschermd zijn. Anders krijg je natuurlijk vervelende dingen. Je moet altijd wel opletten, want enthousiast worden wordt dat vaak steviger. Maar dat moeten we natuurlijk goed bewaken. Veiligheid staat natuurlijk boven alles. Ja, want als ik naar voetballen zit te kijken, dan zie ik om de 5 minuten een speler op de grond liggen met een blessure. Ik heb hier net naar een wedstrijd staan te kijken en ik zie geen blessures. Nee, er zijn natuurlijk wel blessures, maar bij ons, daar valt toch heel erg mee. Er zijn onderzoeken in ieder geval waar het blijkt dat het een van de veiligere sporten is. Kunnen wel ooit toch wel vrij stevige blessures zijn, maar het heeft wel alles te maken met ook wel discipline en heel veel regels die er zijn. En dan die gehanteerd worden natuurlijk, want veiligheid is toch belangrijk. Waarom ben jij daarmee met deze sport begonnen? Nou, ik wil meer aan mijn zelfverdediging werken en ik vind het wel een leuk sport. En waarom vind je dat zo leuk en waarom ga je niet tennissen bijvoorbeeld? Nou, ik vind het leuk om zelf nieuwe technieken te leren. En jij? Ja, ook wat hij zei, een beetje. Ik zag het een keertje en toen dacht ik, dat vind ik wel leuk. En toen ben ik eraan begonnen. Ik heb nog 1 keer aan een wedstrijd meegedaan. En toen werd ik 4e. En ik denk dat ik nog wel best wel vaker aan een wedstrijd mee ga doen. Wil je nog ooit kampioen worden, begrijp ik? Dat wil ik wel, alleen ik weet niet of het gaat lukken. Ik heb wel vaker wat gewonnen. Ik werd een paar keer 3e en een paar keer 2e en zo. Nou zie ik dat jullie allebei een mooie gekleurde band om hebben. Kun je mij uitleggen wat dat betekent? Want jij hebt een gele en jij hebt een groene. Kun je me dat even uitleggen? Nee, je begint met witte band. En als je bijvoorbeeld examen gaat doen, dan ga je of naar gele slip of gele band. En dan ga je weer op examen en dan kom je steeds bij een nieuwe band terecht, En die gele band dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen een gele band is lager dan een groene band. Het is dus witte slip. Het is wit, gele slip en dan gele band, groene slip, groene band. Dus dan ben ik wel lager. En wat moet je nou doen? Wat is de volgende band voor jou? Wat moet je daarvoor doen? Ik moet tools doen, stepsparring en zelfverdediging en zulke dingen En theorie en zo. Theorielessen, wat betekent dat? Bijvoorbeeld, dan krijg je een blad en er staat op dat je in het 10 moet tellen in het Koreaans en wat een dobok betekent en alles. Nee, niet echt lezen, alleen ik ken sommige woordjes.
Betekent dat dit die sport uit Korea komt? Ja. Ja? Ja, Zuid-Korea, ja. Iedereen, dus van groot tot klein, is hartstikke welkom om een tijd mee te trainen. Mag heel gratis, krijgt daar gewoon ondersteuning. We hebben altijd mensen nodig. Komend jaar gaan we vooral in de juniorgroep, 15, 16 jaar, hebben we een compleet team gaan de competitie in. Dus daar gaan we goed begeleiden. Maar in de andere groepen kunnen we kunnen overal nog volop mensen gebruiken. Dus iedereen is hartstikke welkom. Dat is toch een kenmerk van rugby. Dat de drempel om mee te doen heel laag is. Als je bij een andere stad komt en je loopt zo een club binnen, kun je zo meetrainen. Dat is normaal gebeuren. Dat we heel soepel met elkaar omgaan en alle ruimte krijgt om te leren en te proberen. Dus bij deze is iedereen welkom. Is het een dure sport? Het is absoluut geen dure sport. Ik ken wel clubs die behoorlijke contributie hebben. Wij houden bewust de contributie laag. Dat betekent op niveau van voetbalclubs. En dat valt meestal mee. En het enige wat je nodig hebt is een rugbybroek, is wel stevig. Een shirt komt vaak van de club. En dan een bitje, dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Dus je hoeft heel weinig aan te schaffen. En noppenschoenen heb je wel aan, net als voetbal. Want dan heb je het eigenlijk allemaal gehad, ja. Dus dat valt heel erg mee. Mijn school is 23 jaar geleden opgericht. Waarvan ik zelf 32 jaar geleden begonnen met taekwondo ben. En gedacht heb van, joh, ik ben nu zo ver gekomen. Ik denk dat ik dit wel kan overbrengen aan andere mensen. Dus 23 jaar geleden begonnen in Sonnenbreugel. Meerdere scholen gehad in de loop van de jaren. En inmiddels alweer 15 jaar bezig en trainingen geven en verzorgen in Bokstol en omstreken. Nou zag ik dat jij de vijfde dan hebt. Is dat het hoogste wat je in Nederland kunt halen? Want dat is heel hoog, geloof ik, hè? Vijf is inmiddels al redelijk hoog. Het is niet het allerhoogste. Ik kan nog een stapje maken en daar ben ik ook mee bezig. En het stopt nooit. Je blijft altijd jezelf ontwikkelen en doortrainen om ook hetgene wat ik wil leren door te kunnen geven aan mijn leden. Nou hoort bij deze sport heel veel het woord respect. Respect voor je tegenstander, maar ook respect voor jou. Ik geloof dat je ze jou aan moet spreken met Saboom. Klopt dat of spreek je het verkeerd uit? De klemtoon ligt iets anders, het is Saboom. Maar helemaal correct, Fons. En respect, zoals zij respect voor mij hebben, heb ik respect voor mijn leden. Heb ik respect voor de mensen, voor de natuur, voor de dieren. En wij proberen daar één groot geheel van te maken. De zelfdringingstak bij ons is verschrikkelijk belangrijk. Zowel voor jongens als meisjes, dames als heren. Helaas leven we in een redelijk agressieve en moeilijke maatschappij waarin mensen denken zelf rechters te mogen spelen. Wij zijn van mening, en met name dan ik toch wel in deze, dat we moeten trachten om onszelf te verdedigen. Maar ook hetgene wat we geleerd hebben, dat uit te dragen om anderen te kunnen helpen. Dus in de breedste zin van het woord zelfverdediging, niet voor jezelf alleen, maar om de situatie onder controle te houden. Dus op het moment als ik het non-verbaal kan een probleem op te lossen, zal ik het altijd doen. En het laatste wat ik zal doen is hetgene gebruiken wat ik al 32 jaar doe. Taekwondo is een way of life. Als je er eenmaal mee besmet bent met het taekwondo-virus, dan kom je er moeilijk vanaf. Ik heb mensen die al meer dan 15 jaar bij mij trainen. En ik denk dat zij zich daar heel erg prettig bij voelen. Dus op een gegeven moment dan is dat verweven in je zijn. En als je leerkracht bent, dan ben je nog een stapje verder zelfs. Dus taekwondo is a way of life. Mensen die zich erg onzeker voelen, weinig vertrouwen hebben in de medemens, in zichzelf. En met een stukje taekwondo, dus het stukje zelfverdediging, het stukje discipline, het stukje respect, het stukje omgaan met de maatschappij. Ik denk dat je dan bij Taekwondo School Dekker heel goed zit, want dan worden normen en waarden heel hoog aangegeven en die worden gehanteerd. En daardoor is het voor jou misschien wel heel belangrijk om toch eens een training te komen volgen. Bij ons trainen jonge mensen en wat oudere mensen, wat gezettere mensen en wat dunnere mensen. De leeftijd van 5 jaar tot bijna 60 jaar. Iedereen is van harte welkom. Deze sport is bedoeld voor iedereen. Zo heeft ook mijn leraar het ooit overgedragen. En het is bedoeld om vrede te stichten en dat proberen we hierbij. Ik sta hier met 3 spelers van rugbyclub Dux naast me. Allereerst Hidde, een van de jongste spelers hier. Hoe lang doe je het al? Ik doe het pas 1,5 jaar. En zit jij ook op die school, die loodschool? Ik zit op een rugbyacademie in Rosmalen. En dat wil zeggen dat je iedere dag 2 uur moet trainen.
en dan een aangepaste rooster hebt voor school. En ja, daar word je voor opgeleid voor het toekomstig Nederlands team eigenlijk. Speciaal voor rugbyers? Speciaal voor rugbyers is zeg maar onze opleiding. Maar je hebt meerdere opleidingen op die school. Je hebt verschillende topsporters daar. En is de rest van de school dan een VMBO-opleiding of wat is dat voor de opleiding? Er zit een HAVO, VWO en VMBO-T. En is dat niet erg zwaar? 3 uur of 2 uur per dag trainen? Ja, dat is heel zwaar. En daarom, ja, je houdt het ook maar net iedere week vol. En aan het eind van de week ben je ook echt wel kapot. En door dat werken. Wat is jouw doel? Om het Nederlands team te bereiken? Ja, zeker. En gaat dat lukken? Ja, nou, ja. Daar hoop ik al. Maar dat is niet zeker. Wat ik zag net dat jij bezig was en een paar grotere jongens, die pakten jou flink vast. Maar ik vond dat je heel erg sterk was. Ja, dat is ook best wel kunnen door al die training die ik heb gehad. Want daar blijf je, ja, daar leer je juist rechtop blijven staan en niet om te gaan. Dus daarom kan ik mijn trainingen van school hier toepassen. Sajot! Quebec Tool! Kun je een optie? Jumbe! T-check! Edmond Cubane, Europees kampioen. En Kevin van Weert, Europees kampioen. En tweede is op de wereldkampioenschap in Korea. Laten nu een stijlvorm zien. De 12e stijlvorm, tool genoemd. Die zij moeten kennen voor hun volgende gradatie. Dit is een synchroom tool waarbij je je verdedigt tegen denkbeeldige tegenstanders. Nou, zij laten dit zien in concentratie, in balans en in ademhaling. En hierop worden zij beoordeeld om vervolgens verder te kunnen naar een volgende dangraad. Zoals je ziet gaat alles synchroon. Zowel de ademhaling, de technieken, de standen als de balans. Mogen ze als ze die vuisten vooruit doen ook iemand raken? Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat zij alleen maar synchroon en... Kaljo! Come on! Shoo. Hoe was je opleiding? Ik heb geen academie gedaan. Ik heb bij een regionaal trainingscentrum gespeeld. Daar heb ik ongeveer 5 jaar gespeeld. Dat is een, voor elke provincie, in Brabant enzovoort, dan hebben ze de talenten. Die halen ze daar bij elkaar. En die gaan dan met elkaar spelen enzovoorts. En daardoor, en helemaal op het eind, hebben we dan een toernooitje gedaan met alle provincies tegen elkaar. En toen kwamen de scouts kijken voor Nederland onder 18. En toen hadden ze mij eruit geplukt. Toen hebben ze mij ervoor gevraagd of ik bij Nederland onder 18 kwam spelen en trainen enzovoorts. En daar kan ik denk ik niet weigeren. En het RTC, het regionaal trainingscentrum, daar zit Hidden volgens mij nou ook op. En dat is een heel grote stap voor, als je daarbij blijft en heel veel indrukken maakt, is dat een heel grote stap naar onder 18. Wat zijn jouw grote kwaliteiten in deze sport? Mijn grote kwaliteit is toch wel het support spelen. Als iemand vast zit in een situatie, dan kom ik altijd helpen. Ik heb een hoog werkvermogen in het rugby. Tacklen gaat behoorlijk goed. Dat kan altijd weten, maar ik vind het goed zat. En verder rest de offloads en het open spel. Open spel, ja, offloads zeg je eruit. Als je getackled wordt en iemand houdt je vast en dan snel een paas geven, dan iemand op snelheid nog door kan lopen. En dat soort dingen, daar ben ik ook heel goed in, want daar heb ik zo lang op getraind. En onder 18 was dan heel veel aandacht aan. Om dat goed erin te zetten, want dat is heel belangrijk bij rugby. Dat jij lang bent, is dat nog een voordeel? Toen ik net zo oud was als hem, toen was ik ook nog lang en toen was ik nog heel snel. Toen kon ik nog snel stappen en grote stappen zetten, maar dat valt nou jammer genoeg nou mee. Maar ja, dat is een punt waar je altijd kan verbeteren. Een sprint kun je ook verbeteren, dus dat is een aandachtspunt voor mij. En groot ben, ja, op zich wel, dat is een pluspunt en een nadeel eigenlijk. Want ik heb lange benen, dan kunnen ze bij je benen vastpakken en dan tillen ze je op en dan pleuren ze je zo hard op de grond, dat wil je niet weten. En dat is ook wel een nadeel van. Het voordeel van is toch wel dat je toch wel een harde beuk kunt geven. Ik sta hier bij de drie toppers van de vereniging. En die drie toppers, eentje die al een keer Europees kampioen geweest is. Ja. Ja, en drie die
binnen nu een paar weken Europees kampioen worden, hè, Jolijn? Hopen te worden, inderdaad. We hebben er hard voor getraind, dus we gaan ervoor. En wat betekent dat? Hoeveel kans heb je? We hebben één kans. Ja? Ja, dus dat meteen goed doen. Meteen goed doen. En doen er veel vrouwen mee eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik denk dat het... er zijn altijd een stuk of vier klasses in de senioren dames. Dat betekent dat je gewichtsklasses hebt. Van min 60 tot plus 60. En ik zit in de klasse plus 75. Dat betekent? Plus 75 kilo. Dus iedereen die 75,1 en meer weegt, zit bij mij in de klasse. Oké. En hoeveel kans maak je? Ik ga ervoor. Dus ik zeg goede kans. Ja? Ja. En waarom ben je aan deze sport begonnen? Want niet alle vrouwen, de meeste vrouwen kiezen tennissen of bridge of weet ik het wat. Ja, de vraag is eerder waarom niet. Ik zou graag zien dat er meer vrouwen waren die meekomen trainen bij ons. Want nou ja, bij de jeugd is het goed vertegenwoordigd, maar bij de senioren kan het altijd nog beter. Ik zag net toen jij hier aan het sparren was, geloof ik heet dat, dat je er veel plezier in hebt. Zelfs toen je geraakt werd in je gezicht, begon je te lachen. Ja, dat klopt. Het was eigenlijk een... ik dacht meer aan de camera. Ik dacht, oh, dan sta ik... Ik sta met een mooi shot op de camera, dat je eigenlijk niet wil natuurlijk. Ja, je moet zo zien, het doet niet echt heel veel pijn. Het is meer een beetje gênant in dit geval. Ja, oké. Maar het is wel leuk dat je er zo'n lol in hebt. Ja, als je er geen lol in hebt, moet je ook niet doen. Nee. Maar ik zag ook dat je heel erg geconcentreerd moet zijn. Ja, absoluut. Ja, als je niet geconcentreerd bent, dan, ja, dan red je het gewoon niet. En Edman? Ja. De eerste keer naar een Europees kampioenschap? Ja, ben ik wel eerder geweest. Dus even kijken, mijn derde keer. Ja, ik heb er zin in. Kijk wat dit keer wordt. Vorige keer had ik kwartfinale bereikt. Ja, het was net niet genoeg om bij de top 3 te horen. Ja, en hopen dat ja, in ieder geval we gaan ervoor voor deze keer. Dat we echt Europees kampioen gaan worden. In welke klasse zit jij dan? Ik zit in klasse min 71. Dat is een middelgewicht. Dus je hebt nog twee klassen lager. En twee klassen hoger, dus echt middelgewicht. Dus ja, en het zijn echt zijn, ja, mooie klassen om in te vechten. Hoeveel kansen heb je op een podiumplaats? Kans? Nou, we gaan niet met kansen rekenen, maar in het geval de kans is heel groot om in het podium terecht te komen. Maar we gaan sowieso onze best doen. Ik bedoel, meer kun je niet doen. En we gaan gewoon voor. Ja. Waarom ben jij aan deze sport begonnen? Ik ben een tijdje geleden, ja, heel lang geleden, ben ik aan deze sport begonnen. Ja, simpelweg omdat ik het leuk vind. Ik ben een keer naar proeftrainingen geweest. En ja, eerste opslag was ik gewoon verliefd op de sport. Dus zodoende ben ik hier terecht gekomen. En ja, als je iets, zoals al Jolijn zei, als je iets plezier hebt, ja, dan ga je het gewoon heel lang volhouden. Ik heb hier rechts naast mij staan de speler van het eerste team, ja, van de Ducks. Ja. Nou, die weet natuurlijk ook alles van beuken af. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het leuke eraan, hè. Je kan... Het leuke aan beuken is hartstikke leuk, want als je gewoon een tackle maken of gewoon elkaar beschermen, heel erg leuk. Lekker hard ingaan, je kan lekker je ding doen, lekker je ei kwijt eigenlijk in het spel. Dat is het leuke eraan. Is dat een van de doelstellingen, dat je agressie kwijt kunt raken in deze sport? Ja, niet zozeer agressie, maar gewoon je ding. Je kan je kracht kwijt en dat is het fijne eraan. Anders, ja, het is niet agressie, maar het is gewoon de kracht. Want je doet niks agressiefs. Je gaat in, je beschermt elkaar, het is positief, hard, dat wel. Maar ja, het is leuk. Eerste team, welke klas spelen jullie? Is dat hoog, is dat laag? Nou, we spelen derde klasse. Voor ons is dat precies goed, want ja, dat is wat we aan kunnen. Tweede klas, eerste klas is gewoon nog beter. En daar kunnen we nou nog niet aan, helaas. Maar dat komt wel. Als we hard trainen, goed aan naartoe trainen, dan is dat wel mogelijk. Betekent dat je nog meer moet gaan trainen dan nu? Wat train je? Hoeveel train je nu? We trainen nu twee keer per week. Elke dinsdag, elke donderdag. En op zondag is dan de wedstrijden. We gaan niet meer trainen, maar we gaan wel anders trainen en harder trainen. Daardoor proberen we dat doel te bereiken. Maar je had het ook over gezelligheid, over teamsport. Oh, zeker. Dat is heel erg belangrijk. Ik heb vandaag hier rond mogen kijken. En ik zag de gezelligheid, zag ik gewoon. Dat is gewoon zo, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Dat is zeker. Dat is gezelligheid. Mijn rugby is echt heerlijk. Gewoon op het veld ook met elkaar positief benaderen. Dat is echt heel, heel belangrijk. Anders kun je het niet volhouden. En na de rand in de kantine is het ook enorm gezellig. En daar proberen we altijd goed erin te houden. Ik wens jullie alle drie heel veel succes. Jij op jouw school.
Hè? Want dat is een zware opleiding. En we zien jou dus een keer op de televisie, de landelijke televisie terug. Succes voor Oranje. Ja, dankjewel. Ja, en jij met jouw mooie hobby. Zeker. Bedankt alle drie. Kampioen in 2011, Europees kampioen. Ja, 2 jaar geleden. Ja, en 2012 heb ik niks gelezen in de krant. Had ik mijn hand gebroken. Wat zeg je? Toen had ik mijn hand gebroken met een onderdeel in 2011. Met het powerbreken. Sloeg ik zo hard tegen een plankje, maar niet alle plankjes gingen door. Toen brak ik mijn pink. Ja, het bordje hier achter mijn pink. Hoort dat bij de training tegen een plank aanslaan? Ja, dat is ook verschillende disciplines. Met taekwondo heb je het sparren, wat wij net hebben laten zien. De tools die ik en Edmund net hebben gedaan. En dan heb je special techniques, hoogtesprong zeg maar. Zo hoog mogelijk een plankje raken. En powerbreken, zoveel mogelijk plankjes breken. Maar de verwachting is nou hoog natuurlijk voor jou. Na 2 jaar weer naar het Europees kampioenschap in Barcelona. Ja, dat klopt. 2 jaar geleden ben ik Europees kampioen geworden. En het jaar daarvoor was ik tweede op het WK. Dus ja, dan moet ik nou weer aan de verwachtingen proberen te voldoen natuurlijk. Iedereen verwacht dat je daar gaat scoren. Dus ja, daar ga ik mijn best voor doen. Zat jij toen in de jeugdklasse? Nee, allemaal senioren. Oké, hoe oud ben je, mag ik dat vragen? Ik ben 24. 24? Ja. En hoeveel kans maak je nou? Want er is natuurlijk concurrentie gekomen. En je zit nu weer in een andere klasse of nog steeds in dezelfde klasse? Nog steeds dezelfde klasse. Dus ja, ik denk als je gewoon blijft trainen, word je zelf ook beter. Dus ja, als er concurrentie is, ik ben er klaar voor. Nou, hou je de concurrentie in de gaten dan? Nee, helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben meer met mijn eigen spelletje bezig als met de concurrentie. Hoeveel moet je trainen om dit niveau te bereiken? Ik doe 3 dagen hier taekwondo, bij Taekwondo School Dekker. Ik probeer eigenlijk ook nog 2 à 3 dagen met fitness te doen. En meestal zondags hebben wij ook nog een extra wedstrijdtraining. Dus ja, eigenlijk ben je heel de week mee bezig. Van maandag tot en met zondag. Dus ja. En nou, sportman van Bokstel nog worden? Daar ben ik vorig jaar en het jaar ervoor ook al geweest, ja. Ja, maar dit jaar heb ik je gemist dus. Ja, ook mede door mijn blessure natuurlijk. Daar ben ik er een maand of 3, 4 uit geweest. Nou ja, voordat je dan weer terug bent op niveau, dan ben je het eigenlijk het jaar weer rond. Dus ja, vandaar. Stel dat je het heel goed doet op het EK. Ja. Ga je dan naar een wereldkampioenschap of hoe gaat dat verder? Ja, volgend jaar wordt er weer een WK gehouden in Italië. En ja, dan moet jij gewoon weer voor kwalificeren of je nou Europees kampioen bent of niet. Dan moet jij gewoon voor kwalificeren hier in Nederland. Dus ja, dan ga je niet automatisch dat doen? Nee, het wordt niet automatisch gedaan. En hoe groot is die kans dan? Ja, als je gewoon je wedstrijdjes hier meedraait, dan meestal lukt het wel. Omdat je natuurlijk al in beeld bent. En als je alle wedstrijdtrainingen er bent, dan heb je ook alweer een streepje meer. Dus vandaar dat het dan moet er wel komen, goed komen. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie alle drie heel veel succes. Dankjewel. En dat moet lukken. Ik zie jullie zo stralen en jullie zijn zo getraind. Dat moet lukken. Heel veel succes. Dankjewel. En houd de naam van Bokstel hoog, ook in het buitenland. Ad, een paar maanden geleden, in juni, waren wij hier. En toen hebben we jou beloofd, als jullie naar het EK gingen en jullie zouden mooie resultaten halen, dan zouden we terugkomen. Nou, we zijn er vandaag, dus we zijn heel erg benieuwd. En dan allereerst maar van jou als bondscoach. Hoe is het als bondscoach gegaan? Als bondscoach is het heel positief gegaan. We hebben enorm veel prijzen meegenomen, maar liefst 26, ongekend in Nederland. Het was nog niet eerder voorgekomen dat een organisatie maar liefst 26 prijzen meeneemt. Waaronder natuurlijk heel veel goud, zilver en brons op verschillende onderdelen. Sparren, tools, stijlvormen lopen, breektesten en hoogtesprong. Dus ja, een geweldig resultaat om daar met ruim 16 mensen zeg maar, aan deel te nemen. Waarvan 3 mensen van Taekwondo School Dekker. Zo, en gouden prijzen, zilveren prijzen? Ja, we hebben als Taekwondo School Dekker hebben we een nieuwe Europese kampioene. Jolijn van IJzer, Europese kampioen sparren en een derde plaats heeft ze nog bereikt daarnaast. We hebben Kevin van Weert die een tweede plaats heeft gehaald met sparren. En we hebben met het onderdeel breektesten en mijn Cubane ook een tweede prijs zilver. Dus daar is enorm trots, enorm goed resultaat voor Taekwondo School Dekker. Admane, Jolijn en Kevin. Ik zie een heel groot verschil met de vorige keer dat we hier stonden. Jullie hebben wat omhangen. Vertel eens Jolijn, want het gaat over de EK. En zo te zien is het aardig gelukt. Klopt. Dit is de gouden medaille voor het individueel sparren. Dat is in de klasse 70+. En dit is de team bronzen medaille. Dus netjes. Dus. Maar hoe is het met de wedstrijden gegaan? Was het een makkie? Het was goed te doen.
De finale was, vond ik heel spannend, omdat ik tegen de Griekse moest met de vijfde dan. En toen dacht ik, oei, dit wordt moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik binnen 50 seconden was de wedstrijd over. Want ze kwam op. Dus. En Kevin, ik zie zilver. Ja, ja, het ging eigenlijk ook wel goed. Alleen ja, helaas finale verloren, maar verder vond ik het echt een super ervaring om mee te maken. En, ik zou wel zeggen, het gaat goed. Het ging goed. Alles lukte in principe. Ja, de finale helaas niet, maar het kan niet altijd de beste zijn. Maar je had er al eerder meegedaan? Ja, ik heb het 2 jaar geleden ook meegedaan met de EK en toen ben ik eerst geworden. Ja. Dus, is dat nou een teleurstelling dan? Ja, eigenlijk wel een beetje, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik ben toch blij dat ik toch weer een medaille heb. Je moet het toch maar weer doen. Het zijn toch weer andere tegenstanders, dus ja. Is het niveau omhoog gegaan of had je toevallig de verkeerde loting? Nee, dat is sowieso niet zeer, maar ik weet niet, misschien zat het net niet even niet mee of ja, viel het een beetje tegen. Maar je bent toch niet teleurgesteld? Of, nee, helemaal niet. Nee, ik ben er blij je lacht mee, er niet hard bij? Nee, sowieso. Nee, ik ben echt wel trots op hoor. Oké. Okay. Zeker weten. En Admane, ja. Bij jou was de makkie neem ik aan. Nee, dat was geen makkie, nee. Je moet sowieso hard strijden. Kijk, om je toch je plek te veroveren. Ik heb zelf een medaille gehaald, of in ieder geval veroverd samen met de nationale ploeg. We hebben met breken. Dus verschillende onderdelen moet je breken. En dan zijn we tweede geworden. Dus, wat betekent breken? Breken, je moet verschillende onderdelen. Dus hout moet je dan doorbreken. Je kan het eventueel met je hand, met je voet, met ellebogen. En dan moet je zoveel mogelijk planken doorbreken. En degene die de meeste planken breekt, die wint. Ja. Nog even Jolijn, las ik van jou nou ergens dat jij te hard schopte? Nee, ik heb niet dat ik weet. Misschien heeft zij het wel zo gevoeld, maar het was niet te hard, vond ik. Oké. Okay. Maar jullie hebben dus een hele fijne tijd gehad. Ja, super. Zeker. En volgend jaar prolongeren? Volgend jaar is het denk ik niet, hè? Volgend jaar daarna. Ja. Ja, daarop. Ja, ik weet niet waar het EK is, maar het is nog niet bekend waar het EK is. En dat is weer over 2 jaar. Dat is over 2 jaar, voor het jaar WK. Ja. En daar gaan jullie ook naartoe? Daar gaan we wel voor trainen in ieder geval. Dus hopen dat we mee mogen. Maar dat ligt aan de bondscoach? De link ligt aan de bondscoach en dan eigenlijk de selectiecriteria. Als je daaraan voldoet, dan is het goed. Okay. Dan word je meegenomen in de selectie en dan mag je mee. Goed. Heel veel succes en nogmaals gefeliciteerd namens Omroep Dommeland Sport. Dankjewel. Dankjewel. Ja.